Ik wil graag het woord geven aan onze eerste spreker van vanavond, Winnie Maas van NVRDV. Ik ben ontzettend blij dat Winnie er is, want hij gaat spreken over een super top-down plan. Door Sarkozy gevraagd plannenwedstrijd voor Grand Paris, waarvan NVRDV de winnaar was. Hij gaat ons iets van dat plan laten zien. En daartegenover een plan voor Almere, juist heel erg community-driven, om in de moderne taal te spreken. Dus jij bent in jouw persoon, Winnie, eigenlijk de hele avond verenigd. Haha. Ik ga je eigenlijk... Alsjeblieft. Maar ik heb maar 10 minuten. Ja. Dus dat is om mee te beginnen. Dus ik ga ook niet... waarschijnlijk gaat Almere het hem niet worden vanavond. Okay. Dat is om daarmee te... even kijken. Ik was inderdaad gevraagd om wat toe te lichten... of eigenlijk een tussenbericht te geven aan jullie over Grand Paris. Want er is natuurlijk wat in de pers gekomen een aantal jaren geleden. Er is inmiddels bijna een tweede president hebben versleten. En er komt natuurlijk een derde aan binnenkort in de verkiezingen. Over een jaar. Dus het lijkt me goed om... is het nou volledig top-down of is het ook wel voor een deel bottom-up? De waarheid is natuurlijk niet zo extreem als die net even gesouffleerd werd. Wat is Grand Paris? Even zoeken hoe die... Waar gaat die? Okay, dit is natuurlijk het ontwerpteam zoals we begonnen zijn. Met een duidelijke opdrachtgever die wilde graag geen Grand Arche maken, maar het liefst eigenlijk de hele stad meehelpen verder te denken. Dat deden we met meer mensen. Het is een kernteam van ongeveer 20 mensen. En daaromheen verschillende onderzoeksinstituten in de beste Franse traditie. Op elk niveau 1. En ongeveer 800 burgemeesters, om dat even te zeggen, die niet met elkaar praten. Hoe dat te doen, hè? Dit is natuurlijk het beeld wat jullie kennen van Parijs. Oh ja, cute, schattig. Maar eigenlijk is het natuurlijk 99% is dit. Totaal zo'n 13 miljoen mensen, maar bijna Nederland. En dan in een soort hoop junk neergevleid rondom dat hele aardige en schattige en dure centrum. Dus het probleem zit hem ook eigenlijk niet in dat centrum. Het probleem zit hem in de relatie tussen dat centrum en dat wat armere omgeving. De vraag heel duidelijk was op dat moment om na te denken wat je na de Kyoto-bijeenkomsten zou kunnen doen met een stad of met een metropool. En laat je het aan zijn lot over of probeer je dat met die cacophonie van mensen en insprekers daar een adres aan te geven, dat net iets verder te helpen. En dat kun je, Kyoto werd natuurlijk heel veel beschreven in wat kun je met steden doen. Je kunt veel aan de energiehuishouding doen, je kunt veel aan de luchthuishouding doen. Je kunt behoorlijk wat doen aan de mobiliteit. En daarvoor heb je de stad, zeg maar de grote metropolis, hebben een macht in handen om een bijdrage te leveren aan het hele klimaat van de hele wereldbol. Zeker in de toekomst. Laten we het uitdijen of gaan we het compacteren, is bijvoorbeeld een van de meest kernachtige vragen daarbij. Het was ook op het moment dat, en daar zal Tracy denk ik wat meer op ingaan, dat less is more was. Hè? En dat de groene beweging zei, ja, een beetje minder, dat is altijd wel goed. Minder, 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 minder. Crisis erbij, in Europa althans. En daar dan werd minder eigenlijk het nieuwe denken. En dat aan de andere kant, terwijl je soms toch ook net een beetje meer moet doen, meer verantwoordelijkheid proberen te nemen, meer, en wanneer doe je dat dan? Meer ambitie toch te tonen, mag dat nog wel steeds? Meer proberen aan samenhang te werken, is dat zinvol? Meer te denken over stabiliteit, is dat, mag dat of is dat een fout woord in deze tijd? Dat is wat dat woord plus eigenlijk betekende. Dus het eerste cadeau wat we geven aan Sarkozy was een calculator. Want ja, dan moet je met zo'n rekenmachine toch kunnen nadenken wat je met 13 miljoen mensen zou kunnen doen. En wat ze kunnen bijdragen aan mogelijke ambities op dat moment. Dat is een heel aardig instrument geworden in die afgelopen tijden. Dat iets wat het RVOW niet wilde doen hier in Nederland. Het gebeurt nu wel in Frankrijk om zeg maar, alle databestanden aan elkaar te koppelen. En even door te rekenen van hoe staat het met het smogprobleem of hoe staat het met de bijdrage van elke willekeurige participant in richting van een verbeterd luchtklimaat of een verbeterd verblijfsklimaat. Dus die calculator die is er gekomen na aanleiding van dat gesprek.
En daarmee kunnen we die, dat Grand Paris, dat grote Parijs, een soort randstad, iets wat dichter. Hoe kunnen we dat dan meten? En daar waren natuurlijk al heel veel dingen zijn bekend. Als je Parijs hebt, dan is het vrij dicht bevolkt en dicht bebouwd. Daar ga ik niet te verder op in. Maar Grand Paris is inderdaad gewoon slap. Dat is gewoon een soort, nog slechter dan Los Angeles in zijn dichtheid. Over toerisme. Grand Paris kan ook blij zijn dat ze Disneyland hebben en Versailles. Want dat compenseert een beetje zeg maar, wat er in de binnenstad gebeurt. Maar blijft nog halverwege op dat moment. Over de werkgelegenheid in Grote Parijs. Dat is echt schokkend ten opzichte van. Dat verklaart natuurlijk ook het centralisme van de stad. En ik wil eigenlijk ook wel dezelfde figuur nog wel een keer over Groter Amsterdam spreiden. Want ik ben bang dat Almere het ook zwaar aflegt in deze combinatie, over dat er nauwelijks te werken valt in het grotere Parijs. En wat natuurlijk nog ook van die metingen betreft, als je dan kijkt naar de bijdrage van het publieke transport, en dan denk je dat Parijs dat iets doet hè, met zijn RER en met zijn metrolijnen. Nou, halverwege Hongkong hoor, om maar even te vergelijken hoe dat is. En dat heeft ook te maken omdat de Fransen die houden van autorijden. En dat is, dat zijn op de top van de wereld. En dan bewegen ze zich moeizaam door dat Grand Parisiaanse landschap. Dus dit is een mogelijke score van Grand Paris. Dus, zegt Sarkozy op zo'n moment, maar doen we het dan goed of niet? Ja, laten we het een beetje vergelijken met andere steden. En je ziet dan dat het op sommige vlakken heus wel goed doet, dat weten we ook wel. Het is een stad die bijvoorbeeld ook economisch niet de slechtste is van Europa. Die met op het gebied van vastgoed en onroerend goed ontwikkelingen dat behoorlijk stabiel eigenlijk doet. En dat kun je voor plus of min dan maar even over hebben in een hippie stad zoals Amsterdam. Maar het is denk ik wel een aardig fenomeen om de plussen daarvan even naar boven te halen. Maar op andere plekken is het dan ook dramatisch slecht. Dus ja, wat is dan een doel, kun je daaruit destilleren. En dat is eigenlijk dan ook voor al die partijen een van de middelen. Vandaar moeten we toch wat meer aandacht aan schenken. Natuurlijk weten we dat Sarkozy de beste van Europa wilde zijn. En dat hielp dan wel eventjes mee, dat kan ik bij Rutte maar niet aan de orde krijgen, om nog even wat moeite te doen voor bepaalde agendapunten. De tweede stap na die calculatie-exercitie was stel dat we de vermaledijde stip op de horizon, laten we eens even denken, wat kunnen we nou in een jaartje of 20 doen met elkaar? En stel dat we dan op dat moment inderdaad een hele goede, evenwichtige stad, economisch, klimaattechnisch, watertechnisch op orde hebben. Dan kunnen we uitrekenen wat we allemaal zouden moeten doen. En dit is even vertaald voor de architecten onder ons, maar ook voor hen die een hekel hebben aan getallen. Je kunt natuurlijk omzetten in wat betekent dat aan veranderprogramma of bijstelprogramma of toevoegprogramma op het gebied van water, van bossen, van energie. We kunnen daar over de ontsluitingsmethodieken kun je dan al berekenen hoeveel dat moet zijn. Dat kun je natuurlijk ook voor de bijgestelde habitats doorrekenen. En ook voor het bijgestelde programma op het gebied van toerisme en leisure en andere dienstensectoren. En dan heb je eigenlijk het tweede cadeau voor Sarkozy. Een mooie doos van Pandora die we vervolgens kunnen gebruiken om te visualiseren. En ook te enthousiasmeren uiteindelijk bij deze 800 niet communicerende burgemeesters. Om te kijken of er wat toekomstmuziek zit in deze verschillende onderdelen van het Grand Parisiaanse tapijt. Even maar eens even terug naar het landschappelijke fragment. Van hoeveel zouden we kunnen doen om de smogvorming te voorkomen. Een deel daarvan kan gedaan worden door aanplantingen. Het staatsbosbeheer van Frankrijk wil dat ook doen en is dan ook een participant. Om met name aan de zuidwestkant van Grote Parijs, om dat massaal verder te beplanten. En de bestaande bossen, u kent natuurlijk Parc de Versailles, maar ook te verbinden en door te koppelen via het plateau van Saclay naar de zuidkant toe. En dat levert al een heel mooie klimaatsprong op in deze komende tijd. Dus dat is een van de programmapunten die vervolgens ook is opgepakt door zowel door de dorpjes die er zijn, zowel door de boeren die wisselend daarin integreren en daarin bijdragen tot een nieuw beeld, een nationaal park voor Grand Paris.
Een tweede aspect om te noemen energie, zult u meteen zeggen, wat kunnen we doen? En ik laat toch even een voorbeeldje zien van wat eruit is voortgekomen. Er zijn veel dingen om met energie om te gaan, maar ik heb twee voorbeelden in die commissie die we dan hebben gedaan. De ene is ook het windpark te maken, een park eolien, om dat bos en aan de flanken van dat bos heen, van het Nationaal Park, aan de zuidwestkant weer en een aantal stukken bij Roissy. Dat te doen daar waar de wind het hardste waait en waar je tegelijkertijd eigenlijk ook van die windmolens... Ik haat de windmolendiscussie in Nederland. Gewoon, het is echt volslagen debiel hoe dat uit de hand gelopen is na 10 jaar. En waarin we nu met de brokken zitten op alle fronten. Dus kunnen we daar niet van leren, ook in dit geval bij Grand Paris, door het wel proberen te concentreren. Door het zelfs nog wat hoger te maken. Je krijgt echt een nieuwe soort grandage, namelijk een soort monument van lucht. Die hier een paar honderd meter hoog dan gaat verschijnen aan de horizon van Parijs. Nou, de eerste prototypes zijn nu in ontwikkeling op het... en dit lijkt me dus een fascinerend beeld om dat toe te voegen aan Grand Paris. En een ander element van hoe, wat is de relatie tussen zeg maar, wat gedachtes en hoe gaat dat verder? Dat is het, dat is de dakbedekking van de hele Grand Paris. Door nu integraal te eisen dat er altijd... PV-cellen en andere cellen op mogen kunnen en moeten kunnen bij elk nieuw bouwproject, bij elke renovatie die er is. Betekent dat een gigantisch reservoir in Parijs, en daar helpen de vlakke daken enorm bij, dat kan ik u wel zeggen, moet op een geïntegreerde manier gebeuren. Dus welstand heeft inderdaad een rol in een productvorming, is hierin gestimuleerd om niet van die losse rekken te maken, maar ook dingen die er echt daarin een deel van zijn. En dat is onderdeel nu van de wet. Ja, zij die in Parijs werken, zullen dit dan ook meemaken. Ik neem mee naar een ander aardig debatje over dit fenomeen wat u namelijk ook wel heel goed zult kennen. U gaat naar Parijs en dan stopt dat treintje bij Gare du Nord. U wilt door naar Bordeaux en u neemt een taxi, dat kost u ongeveer 1,5 uur. En vervolgens om dan weer die trein net te missen naar Bordeaux. En dat geldt in alle richtingen. Parijs is gewoon elitist. Alle treinen eindigen in Parijs. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat een stad zich kan... Dus wat we nu gaan doen, wat we doen op dit moment, is om proberen zeg maar, die lijnen met elkaar te verbinden. Een nieuwe Carrefour de l'Europe te maken op de plek van de Place de la République, waarin dan deze lijnen verbonden worden. Dit om een rocade, dat is een lijn die rondom de stad gaat, te vermijden. Er is er eentje gemaakt, naar Lavallée, maar de andere kant via Versailles, die wordt heroverwogen om deze kruising mogelijk te maken. En dan op deze Place de la République een werkelijk goede driedimensionaal plein te maken waar al deze lijnen bij elkaar komen. Duur? Ja, kost een paar miljard. Maar het is, ik laat u ook zien wat de revenue er vandaan komen. Het gebouwde programma, en dat is denk ik nog wel mooi, zowel de Grand Assembles, de hitte haarden van Parijs, ja, nu weer na 10 jaar ook weer in discussie, gisteren in de kranten, ook die met een innovatieprogramma te voorzien, dat levert zo zijn eigen dynamiek op dit moment op, van sommigen willen het echt niet, hè. De communistische gemeentes aan de oostkant willen echt gewoon geen inbreuk, ja kan ook natuurlijk, dan maar geen bijdrage. En de anderen willen dat juist wel en levert denk ik in ieder geval een grotere verscheidenheid op dan er tot op heden is. Dit kan natuurlijk ook gebeuren omdat er een vraageconomie is in grote Parijs. Net zoals in Amsterdam is woningbouw nog steeds aan de orde in tegenstelling tot de kleinere steden erin. We kunnen dan ook eisen dat niet alleen de buitenwijken het moeten doen, maar dat ook zeg maar, de Parijse grachtengordel mee moet doen. Dus Haussmann is in dit geval ook solidair. Dat doen we door deze envelop die er nu gaan is. Je geeft 5 meter extra overal. En dat levert bij elkaar al 2 zeg maar, vliegdekschepen zou je ervan kunnen betalen. Aan revenue die daarvan uit kunnen komen. Dan gaan we geen vliegdekschepen bouwen. Maar wel die kruising die wordt daarvoor een deel mede gefinancierd op dat termijn. En parend natuurlijk aan dat zonnepark heb je meteen zeg maar, deze extra envelop. Mogelijk. Het lijkt me nog steeds aardig om alle kapjes van Amsterdam 5 meter hoger te bouwen. En je hebt hetzelfde landschap en je hebt een heel veel geld meer. Dat zie je dan hier gebeuren. Een ander onderdeel van dat gebouwde programma is natuurlijk kunnen wij hopen dat heel veel deelgemeentes gaan doen en heel veel groeperingen mee aan de gang gaan. Maar de staat wil in dit geval ook
zijn belangen inzetten, of althans zijn bezit inzetten. En dat vind ik denk ik een heel goed fenomeen. Of het nou de infrastructuur is, maar in dit geval ook alle scholen. Jullie kennen natuurlijk uit de films als Être et Avoir, hoe slecht het soms gesteld is met de staatsscholen in Frankrijk. Dat mag je niet zeggen, dat is zeker niet als Nederlander. En dus je moet het dan indirect doen door het als bouwlocatie nu aan te bieden. En dat houdt in wezen dat elke school kan opgeknapt worden, maar gecompenseerd zeg maar, door een soort bouwvolume van een ontwikkelaar of van een bank die dat tegelijkertijd kan betalen. Dat is symbolisch hier in hier zie je dat beeld hè, van wat is dan die dichtheid die ontstaan. En even wat duikerachtige scholen gebouwd, open-air schools in de lucht. Met de compensatie van de grondprijs op die plek en de restauratie- en verbeteringsprijs voor, voor de scholen. En dan levert deze zeg maar, punctuele ingreep op. En dit is een deel van het arsenaal. Eén minuut heb ik nog. En die van wat het begin was en hoe eraan gewerkt wordt. Hoe wetten worden gemaakt. Hoe voor het eerst zeg maar, die 800 mensen aan tafel komen. Hoe het leidt tot. Ik heb heel veel projecten niet getoond. Want het is eigenlijk een soort waslijst aan wat vind je in Parijs. Maar die hebben wel gemeenschappelijk nog een soort doel. En dat daar een ambitie. Hè, ik had het over pluresponsabelen. En het aardige was dat alleen maar met deze inventarisatie van mogelijkheden, met name op het gebied waar de staat al dingen kan aanbieden en waar dus al vrij snel, en dat is natuurlijk Frankrijk, dat is heel staatsgevoelig zou je kunnen zeggen, en dat levert al een ongelooflijk repertoire op van mogelijkheden waarbij je en die stad beter kunt maken en hem kunt aanpassen aan deze nieuwe tijd en hem nog verbeteren ook op alle moeilijke onderdelen die er zijn, want ja, het is niet gemakkelijk met 13 miljoen mensen, om te proberen dat een richting te geven. De neuzen zijn in dezelfde kant op, hè, zei Rick Bakker altijd op. Nou, met 13 miljoen mensen, dat levert wat tijd op. En met 800 burgemeesters, zeker. Het aardige van dat is, denk ik, is dat met al deze ingrediënten, ik heb nog helemaal niets gesproken over skyscrapers, ik heb niets gesproken over monstrueuze conglomeraten, alleen al dan kan ik eigenlijk Parijs, Grand Paris, kan ik nog net iets kleiner maken. En dat is de paradox waar ik het eigenlijk vandaag over wil hebben. Dat dit dan het Grand Paris is met inderdaad een topscore in de ranking tussen de Europese steden. Maar eigenlijk is dan Parijs, de uitdaging, zoals het wordt dan plus petit. En met dit hoop ik dan toch een brug te kunnen slaan voor tussen groot en klein. Tot zover. Winnie, zoiets is natuurlijk alleen mogelijk dankzij een staat, een premier in dit geval, maar ook een stad, die groots wil denken over zijn toekomst, die vraagt om grote visies. Hoe verhoudt zich dat dan tot de ontwikkeling die we nu allemaal zien van kleine korrel, buurtinitiatieven? Van wie moeten we het hebben in dit tijdsgewricht? Daar of hier? Ja, van beide. Het zou te polemisch zijn om te zeggen dat het van één kant moet komen. Ik denk dat het mooi is in dit geval dat het geprobeerd wordt het gebaar in ieder geval vanuit de overheid ook te doen. Dat er wat kan gebeuren. Juist in een land wat zo centraal georganiseerd is. Daarmee begint natuurlijk een heel andere traditie dan in Nederland. Die al van oorsprong natuurlijk eigenlijk al versplinterd is. En van oorsprong een bottom-up strategie bijna kent. Met uitzondering van Brabant al. En die, dus daar is een, daar is iets. Met de uitzondering van Brabant? Ja, dat als kinder. Ja, daar kom je zelf vandaan, maar los daarvan? Nee. Brabant op dit moment is denk ik ook enorm interessant, omdat het juist met zijn 53 verschillende gemeenten probeert nu dat hun verschillen ook eigenlijk aan te wakkeren. Dus ik vind dat daar de nieuwe Balkan die daar kan ontstaan eigenlijk wel een heel aardig patroon, maar daar moeten we een andere keer maar over hebben, over hoe dat geregisseerd gaat worden en waar dan nog de gemeenschappelijkheid in zit. Maar in Parijs gaat het wel samen. Op dit moment natuurlijk ook veel meer co-ops die huizen bouwen, die ook gefaciliteerd worden in dat huizenprogramma wat er is. Dus ook veel meer belangstelling om juist inderdaad dat soort initiatieven te paren aan een infrastructurele ontwikkeling. De plots zijn klein. Hoe kun je dat toch bovenop een fabriek zetten of toch met een school kunnen combineren? En dit soort zeg maar, primitieve ideeën, die krijgen dan die vertaling. Maar je zei, een plan als dit is alleen mogelijk omdat de staat zelf ook veel geeft. Ruimte, scholen, geld. Dus dit is toch
dit is toch alleen mogelijk vanuit een grotere eenheid dan de buurt? Ja, ik weet dat je, waar je op zoek naar bent. En ik denk dat het ook inderdaad zo is. En meer nog dan misschien al in Nederland heb je het gevoel bij de staten dat je best wel kunt aankloppen in die zin. Dat klinkt heel raar, maar ik heb nergens een soort paleis meegemaakt waar je gewoon naar binnen kunt stappen en daar wel even over kunt hebben. Over de elementen. Het is een republiek. Dus het heeft van oudsher denk ik ook wel een enorme. De elu, de verkozenen, hebben dan ook dat representatieve gevoel is daar enorm aanwezig. Dus ze doen denk ik ook wel heel veel met de achterban. Ook al gaat het af en toe wel scheef natuurlijk in de rellen. Maar in beginsel is die traditie vrij sterk. Dus je doet het toch uit naam van. Wat meerderheid. Wat is de status van het plan nu? Op dit moment, ja, een aantal dingen heb ik al genoemd. Hè. Er is nog steeds een atelier, maar dat is niet het belangrijkste onderdeel. Er is een nieuw onderzoeksorgaan, die het centraal verder brengt. Die het onafhankelijk zeg maar, van Hollande en van de mogelijke toekomstige president dat kan verder brengen. Er is een burgemeesterscongres, dat was er nooit. Dus dat, maar die praten niet met elkaar? Nu wel, nu is het aardiger. Ja, we zijn nu 5 jaar bezig, dus het is nu in die 5 jaar tijd heeft het ook wel al dat soort dingen zijn. De ringlijn is in uitvoering op dit moment. Er zijn 80 nieuwe metrostations met die voor een deel idioot is, maar voor een deel ook wel goed is. Het plan voor de energie is rond en wordt dan het is wet op dit moment. Het enveloppenplan, dat is zeg maar hoe hoog mag je bouwen en waar. Is op dit moment in constructie. Nou ja, en ik ben heel blij met die anti-rokade, met die passage de Grand Paris, met de Place de la République. Hoe gaat dat dan verder? Is er dan een coördinator? De één instantie doet dat. En vervolgens wordt het natuurlijk verder uitgezet op 2 fronten. De SNCF, de Nederlandse spoorwegen, de Franse spoorwegen, maken natuurlijk dan die rokade niet door. En die gaan dus met de tunnels verder. En de inpassing van de stations, de uitgangen ervan, dat zit dan wel onder het auspicie van het atelier die dit coordineert. Ja, dan is het denk ik wel leuk om te vermelden natuurlijk wat er natuurlijk 2 weken geleden denk ik, in de pers kwam. Dat de nieuwe burgemeester, Anne Hidalgo, daar ben ik echt een fan van, een waanzinnig mens. En die natuurlijk heeft afgekondigd dat ze een andere staatsvorm wil voor Grand Paris en voor haar burgemeesters met een ander soort integratie van de verschillende overheidsorganen. Nou, je kunt zich voorstellen hoe de cacophonie nu op dit moment is en hoe, ik denk dat het heel moedig is om dat bespreekbaar te maken en om in ieder geval ook met elkaar te overleggen wat je eraan hebt. In ieder geval levert het al wat op de, met name zeg maar, de kleinere gemeentes, alle deelgemeentes die krijgen een beperktere taak, het lijkt Amsterdam wel. En dat tussenorgaan krijgt dan meer macht om dat te doen. En een aantal van de ambtenaren moeten dan daarheen. Nou, goed plan, dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu uitwerkt. Maar een groot visie als deze kan dus een wisseling van bestuur overleven? Dat is inderdaad, Hollande heeft er niet zoveel aan gedaan. Dat is een hele. Misschien maar goed ook. Ja, had heel anders kunnen gaan. Ik ben het met je eens. Er is een aardig debat in Frankrijk nu gaande over het Nederlandse burgemeestersysteem, ook naar aanleiding van dit plan. Nederland heeft natuurlijk nog steeds geen gekozen burgemeester, maar een indirect gekozen burgemeester en iemand die ook langer er blijft. Dat heeft enorm veel voordelen. En daar. Dat is in Frankrijk nu ook in discussie, voor Grand Paris, of je dat toch eigenlijk ook zou moeten wensen. Want de wispelturigheid inderdaad van 4 jaar regeren is erg lastig. En dat betekent dat je daar geen langere investeringen op kunt doen. En dan kun je dus ook geen grotere afspraken maken. En dat is natuurlijk maar krijgt dat maar eens duidelijk gemaakt natuurlijk aan iedereen. Dus de communicatie en de discussie op dit onderdeel is denk ik ook wel het mooiste wat we kunnen meemaken. Het is wel heel mooi als architect dat je niet alleen een groots visie voor een grote stad kunt neerleggen, maar die zelfs doorwerkt in de staatsinrichting. Stedenbouw is natuurlijk het woord polis. Polis zegt al natuurlijk dat het over de stad gaat. Het is natuurlijk wartaal van als er architecten zijn die zeggen dat de stedenbouw niet politiek is of dat ze niet politiek willen bedrijven. Dat vind ik echt van een onzin die een tijd lang in de gangen in Delft en in Eindhoven hebben rondgegaan om een soort escapisme heeft veroorzaakt onder mijn collega's
om maar ernstig alleen maar over schoonheid bezig te houden. En je wars te houden van elke politieke daad die er is. Dat vind ik, voor mij mag dat onderhand. Gelukkig is dat voorbij. Een jongere generatie is er wat actiever in. Of het nou bottom-up of top-down. Of het nou via megastallen gaat of via wateracties. Dus ik ben blij wat dat betreft dat we al een generatie weer hebben overgeslagen. Winnie Maas, zeer bedankt. Dank u.